ruiken. Wat is dat? Wow. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. En dit keer is het een mega Amerikaanse snoep en snacks en koekjes unboxing. Deze video is in samenwerking met US Groceries. Link hiervan staat in de beschrijving. En dit heb ik dus allemaal gekregen van US Groceries. Ah! Het is echt ziek veel. Ik heb op Snapchat al unboxed. Als je voortaan dat soort unboxings eerder al wil zien, kun je me daar volgen. Ik heb Ruben gevraagd of hij met mij deze video wil gaan opnemen. Want ik hoefde van US Groceries helemaal niet alles te proeven. Het gaat er echt om dat ik het unbox en laat zien. Maar het is natuurlijk wel leuk om zoveel mogelijk te proeven. En bepaalde dingen wil ik gaan bewaren voor mijn serie Taste & Try. Dat ik ze daarin ga proeven. Maar we gaan het even achter ons zetten. Ik heb dit echt al meer dan een maand geleden binnengekregen. Dus ik weet helemaal niet meer wat er allemaal precies in zit. Ik laat Ruben gewoon steeds pakken en dan laten we het aan jullie zien. Dit is Whoppers, milkshake strawberry. Geen idee. Dus ballen die je in melk moet doen om dan een milkshake te maken? Nee, het smaakt denk ik daar niet. Ja, dus dan doe je een bal in je melk en dan ga je roeren met het milkshake. Nee, ben je gek? Tuurlijk niet. Hoezo niet? Het smaakt naar een aardbei milkshake. Ah. Wow, dat was echt leuk geweest. Dat zal een goede zijn. Deze gaan wel. Ik denk dat het heel lekker is. We moeten tegelijk. Denk je of het zacht is of hard? Ik denk dat het in de melk moet. Ik durf niet. Oh, ik dacht dat het snoep was. Lekker. Malteser! Ja, Malteser, maar dan dingen smaken. Ja, ook zo peperig. Lekker. Ik dacht dat het een kauwgombal was. Nee. Wow, het smaakt echt naar een milkshake. Proef je die ijs? Oké, wow. dat was wel heel lekker. Dit is echt wel lekker. Deze wil ik dus al zo lang proeven. Ja, even met je, ja. Oreo Red Velvet. En deze ga ik bewaren voor Taste & Try. Dus die kan je in een volgende Taste & Try aflevering gaan zien. Ik denk Taste & Try 5. Dus die gaan we nu niet proeven. Oké, het volgende wat we hebben. Dat is, ik denk mijn favoriet. Die vind ik zelf wel leuk. Fanta Berry. Berry flavored soda with other natural flavors. Okay. Dus bosbes met framboos. Oké, de volgende is Pringles pizza. En ik was heel benieuwd al heel lang naar deze. Ja, je het anders had hij dit scherp. Ik hoop dat hij scherp was. Wat denk je? Hoe gaat hij smaken? Ik denk echt lekker. Ja, ik denk naar bolognese van Lees. Oh. Zeg maar, denk ik. Het ruikt niet lekker, maar je moet even laten zien. Het ziet er echt uit als tomatensaus. Ja. Ja, je moet niet te dichtbij. Mooi. Lekker! Mmm! Vooral lekker tomatensaus met peper smaakt het. Ja, niet echt kaas. Wat lekker vind ik wel dat hij redelijk neutraal is. Ik vind hem heel lekker. Deze dus hij is neutraal. Het is niet dat je denkt van, oh nou dat smaakt echt heel sterk of zo, maar het is gewoon net lekker. Nee, want soms doen ze toch hamburger na, dat is echt veel te sterk. Ja. Mm. Dan heb ik weer PopTarts. Die heb ik laatst ook in een video geproefd. Die kan je eventueel hier bekijken. De Hot Fudge Sundae. En we hebben nog drie andere. Dit is Hot Fudge Sundae. De Red Velvet. Oh, die wil ik nu proeven. Brown Sugar Cinnamon. En de Blue Raspberry. Oké, deze gaan we dus voor jullie proeven. Dit is dus wat we ervan moeten verwachten. Hij is in ieder geval echt rood. Ik weet dat ze warm lekkerder zijn, maar we eten hem gewoon koud. En dan ga ik hem breken. Hij ruikt weer typisch naar die... Hoe heet die dingen? PopTart. Het ruikt echt naar een PopTart. Er zit zo'n gekke geur aan. Nou, proef hem maar. Droog. Je moet ze ook opwarmen, hè? Ja. Want iedereen gaat zeggen... Je moet er één. Ja, dat ik vorige keer. We weten dat ze opgehouden moeten worden, maar... Nee, maar ik proef echt helemaal geen Red Velvet. Ja, ik proef duidelijk Red Velvet. Nee. Jawel. Nee. Nou, ik wel. Wat proef je dan? Roomkaas? Red Velvet. Maar dit is wat Red Velvet. Jawel, ik proef die smaak. Meen je dit? Echt, ik proef cacao. Ik proef die Red Velvet. Die smaak, die specifieke smaak. Ik hou niet van Red Velvet. Oh, nou, ik vind dit tot nu toe de slechtste PopTart. Ik proef echt geen roomkaas. Ik proef wel cacao, maar dat proef ik echt aan elke PopTart. Maar je ook middenstuk. Ja. Ik hou niet zo heel van PopTart, maar het is wel leuk om ze te proeven. En dan nu over naar wat meer kleinere dingen die we dus ook echt kunnen gaan proeven nu. Waar we denk ik ook heel veel zin in hebben misschien. Deze gaan we nu niet proeven. Ik ken deze al. Dat is echt niet het. Ja, dit lust jij niet, hè? Peanut butter. Reese's White Peanut Butter. Ik ga hem nu niet eten, ik ga hem bewaren. Dit is echt de lekkerste Reese's op aarde. Zoveel lekkerder dan in de melk. Heel erg chill. Dan hebben we wat repen. We hebben de Snickers Peanut Butter. De Snickers Crisper. Sorry, ik heb niet zo'n goede camera. Dus, oh, deze ga ik proeven. Snicker Rocky Road. Oh, met marshmallows en zo. En de Snickers Twix Creamy Peanut Butter. Vet lekker. Oké, we gaan er eentje van proeven. Welke lijkt jou lekker? Rockin' Nut Road, dat is met marshmallows. Die heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Oh, ik snap het al. Het is net als Milky Way. Dit, er zitten geen marshmallow stukjes in. Jeetje. Maar kijk, dit is zoals Milky Way. Heel puur. Hij is heel erg pure chocolade, dus als je daarvan houdt is hij heel lekker. Deze andere, als je daar dan benieuwd naar bent, dan moet je Charlotte volgen op Snapchat. En dan wanneer ze hem openmaakt, dan ga je hem snappen. Oh ja, dat is wel goed. Dan kan je zien wat ze ervan vindt. Ja, je gaat het op Snapchat zien of op Taste & Try. Als ik het weet. Zeg even je ding. Ja, ze is in de beschrijving. C Blitzblum. Het is gewoon te veel om nu allemaal, ja, dan vallen we dood neer, zeg maar. Dat is gewoon ook niet gezond, dus dat wil ik ook niet aanprijzen of zo. Dit is leuk. De Berks Fruit Beer. Je moet weer met je hoofd uit beeld. Het werkt wel. Einde blikje. Oeh. Ruiken? Wat is dat? Wow, wat is dat? Doe maar aan iets denken, aan brand. Nee, dan ben ik af van kauwgombal. Lekker. Een beetje Fernandez. Kauwgom, maar niet zo zoet. Toch? Huh, het is heel zoet, maar niet te. Ik kan het echt even helemaal niet plaatsen. En Dr. Pepper, dat nog het dichtst in de buurt komt. Ja, met kauwgom. Een mix van Dr. Pepper, kauwgom en water. Ja, een soort Dr. Pepper variant. Het is een soort kruising tussen Fernandez Rood en Dr. Pepper. En keelsiroop. Ik zweer het. Echt? Ja, die is ook heel lekker. Dat kruidige, dat is het bier. Maar je had net keelsiroop hoor. Dat is ja, maar ik vind keelsiroop wel lekker. We hebben nog iets. Big Red. We moeten weer uit beeld. Ja? Wow, het is echt vet rood. Dan ruikt het heel goed. Rode Fernandez. Oh, nou het lijkt een beetje op die, maar dan is dit veel zoeter. Rode Fernandez-achtig. Maar ook minder zoet. Wow, dit is echt heel dus lekker. Dit is eigenlijk een combi tussen deze en Dr. Pepper. Ja. En dit is dus gewoon echt een soort rode Fernandez. Alleen ik vind het allebei echt heel lekker. Ik vind deze denk ik lekkerder dan Fernandez. En dan hebben we ook nog, deze gaan we later drinken. Die drink ik denk ik in mijn... Die kan Ruben zijn Snapchat, die vind je heel lekker. Die neem ik een keer mee naar school. Wat is jouw Snapchat? Ja, we zetten het ook even in de beschrijving. Ja. Oké, de volgende uit de unboxing. Dit is die met s'mores. En het is ook echt een soort van meer granenkoekje lijkt het wel. Dan wilde ik deze echt vet graag. De Chips Ahoy met Peanut Butter Cups. En de Chips Ahoy met Oreo. En ook Oreo Cream erin. Echt heel lekker. Deze gaan jullie ergens later op mijn kanaal nog zien. Dan hebben we nog allemaal kleine dingetjes. En deze. Laat jij maar zien. Het zijn cornflakes. Ja, maar ook wel Reese's. Oké, kijk. Je hebt lichte en donker. Oh, er is echt een suikerlaagje overheen. Heel lekker vind ik het. Het zijn een beetje honeydoops, maar dan met een lichte pindakaas smaak. En nog echt zo'n suikerlaagje. Heel zoet. Heel lekker. Heel lekker. Reese's Puffs. Dus een van mijn favorieten tot nu toe. Dan hebben we cupcake icing. Vet chill. Hoef je niet zelf je icing te maken. Met... Oh, er zitten ook echt 4... Kunnen jullie dat zien? 4 patronen. Ja, vormen bij. Dus deze wil ik ook echt bewaren. Dit ga je sowieso op Snapchat zien als ik een keer iets ga bakken. Dan over naar de laatste dingen. Als eerste. Oh, dit vind jij heel lekker. Die gaan we nu proeven. Volgens mij heb ik die wel een keer gezien bij Tesco of zo. Wat is het verschil dan? Andere smaakjes Skittles, ik weet het niet. Wel eens wat kleuren. Ja. Ja, er zitten wel wat kleuren tussen die je normaal niet hebt. Ja, het is wel iets anders. Zoals die. Dat is dus echt een soort zalm. Nou, ze smaken allemaal hetzelfde behalve deze. Perzik. Oh. Groen is lime. Oranje is orange. Paars is cherry. Rood is rode appel. Oh, dus waarschijnlijk... Alleen perzik. Waarschijnlijk toch anders. Hier ben ik ook super benieuwd naar. De M&M. Peanut butter en de M&M pretzel. Zullen we de pretzel proeven? Ja. Wow. Ik denk dat deze heel lekker zijn. Dat is sick groot. Lijkt denk ik het meest op die wij ook hebben in Nederland. Die ook een beetje crispy zijn van binnen. Oké, ik ga hem half doen. Oké. Echt een pretzel. Een ronde pretzel. Wat lekker hoor dit. Ja, vind je heel lekker. Deze vind ik echt heel erg lekker. De Airheads Watermelon. How about chemisch? Dit is zo slecht. Oh. Dit is de beste geur die je kunt namaken voor watermeloen. Dit is ook echt lipgloss. Hallo, maar dit moet ik ook nog eten. Is weer dat? Is het kauwgom? Nee. Gewoon een mambo. Het heet geen mambo. Hoe heet dat ook weer? Het heet geen mambo. Super zoet natuurlijk, maar als je van watermeloen houdt, heel goed nagedaan. Ja, vet chill. En die dingen kosten volgens mij 30 cent of zo. Laffy Taffy. Banana. Dit is hem. Dat is leuk. Je hebt gewoon allemaal van die... Ja, zoals ik al zei, deze dingen kosten helemaal niks. Dat is super leuk om te proberen. Het ruikt echt naar bananenmilkshake. Nee, ruiken! Nee. Ik wou je laten ruiken. Oh. Wow, ik wil echt heel graag zien hoe dat eruit... Geef dan. Ruik, niet eten. Ik wil graag weten hoe dat eruit... Oh, het is heel zacht. Ah! Het smaakt heel romig. Ja, het smaakt een beetje... romig. Maar het smaakt een beetje naar... Het smaakt gewoon naar die, gewoon die oldschool banaantjes die je kan scheppen bij de supermarkt. Ja, maar wel romiger. Op zich wel lekker. Dan iets waar ik echt super benieuwd naar ben. Misschien niet heel bijzonder. Bubbelisjes watermelon. Watermelon is mijn lievelingsgeur. En dit is echt heel lekker. This is how it looks. Nee. Heel. Heel chill. Niet zo zoet. Die andere bubbeltjes is weer heel zoet. Dus deze is wel neutraler. Hij is minder zoet dan de gewone, maar het kan ook komen doordat we al zoveel zoet hebben gegeten. Ja, wow, was dit het al? Nou, dan was dit de unboxing. Ik vond het echt super leuk. Ik vond het heel leuk om het Ruben op te nemen. Ik vond het echt heel grappig. Sommige dingen waren echt heel lekker, andere dingen niet. Maar het is gewoon Amerikaanse spullen wil je gewoon proeven. Dus wil je deze dingen ook proeven? Echt allerlei verschillende dingen. Grote dingen, kleine dingen. Snoep, chips, koek. Ga dan eventjes naar de website van US Groceries. Linkje staat hieronder. Ze hebben mega veel. Wat ook heel erg chill is aan US Groceries is dat ze dingen die niet super lang meer houdbaar zijn, dus nog een paar maanden, zetten ze in de sale. En sommige dingen zijn echt mega goedkoop. Echt 80% goedkoper of zo. Dus dat is ook echt zeker een tip. Ga zeker een kijkje nemen. US Groceries, heel erg bedankt voor het opsturen. Dan hoop ik dat ik jullie allemaal volgende week zaterdag om 9 uur weer terugzie. Met waarschijnlijk een beauty of fashion of lifestyle video. Zonder Ruben. Dus dankjewel dat je weer mijn video was. En heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hieronder te abonneren voor meer video's. En hopelijk tot volgende week zaterdag. Of op Snapchat. Doei! Hey. Heel erg... Heel erg Chris. Op zich best lekker. Smaakt naar een Milky Way. Ik vind het wel een toevoeging. Hij is... Oh. Ik probeer iets te presteren. Kappen. Nu eventjes allemaal weggehaald en in een andere doos gedaan. Die poes. Allebei. Kijk, allebei. En dan die. Oh, ja, allebei ook. Zie je niet. Hij zit zo staan. Kijk, daar wil je zien. Daar is binnen. Niet echt een veen aan het vangen.